16 maart wie er in het centrum van Balzer de langste catwalk van Friesland te bewonderen. De nijste trends en moorden waard sjenlitten op de catwalk van haast een kilometer lang. Troch zo'n 180 mannekens en dressmannen, waaronder een soort bern. Model wijze een vakkenpad verzeld. Daarom wie er vooral een speciale training verzwarigen troch Move to Improve. Een van de mannekens, Carina Twerda, vreeg nog speciaal omtinker voor haar actie Slachten voor KWF Kankerfonds. Zij zal 16 juni de slachtenmarathon rennen voor dit goede doel. De publieke belangstelling voor het fleurige evenement wie grut. Sta ik dan met een van de initiatiefnemers van de grootste catwalk. Hoezo op dit idee gekomen? Ja, spontaan eigenlijk. Ik geef workshops vanuit mijn eigen bedrijfje. Move to Improve, ik geef workshops Versterk je uitstraling. En als onderdeel daarvan is lekker lopen op muziek onder de noemer Catwalk Moves. En zo van het een kwam het ander. Ik had contact met Ingrid en ja, ik zei ook, als je een workshop geeft, hoe leuk is het dan ook om daadwerkelijk een modeshow te kunnen lopen. Dat hebben we vorig jaar gedaan met het Lifestyle Event. En toen ontstond het verder. Nou, weet je wat, we gaan gewoon voor de langste catwalk van Bolsward, Friesland en hoe lang het maar is. Hebben jullie nog gekeken wat zeg maar de langste catwalk is? Nou, volgens Ingrid is dit een... Zij had het over de Guinness Book of Records, maar dat weet ik niet. Ik zei, ik train al die meiden wel. Ik had vanochtend 180 mensen in de zaal. En lopen met die handen en gewoon lengte maken, lekker lopen en genieten. Maar... En ging dat een beetje makkelijk met deze ja, toch amateurs die een catwalk gaan lopen? Ja, nou ja, dat is wel. Want iedereen kent elkaar. Het is bol. Dat ik van, hey, hoe is het met jou? Dus het was meer moeite om de mensen dat bij te krijgen. En ja, over het algemeen, mensen lopen heel klein hè, in het begin. En ik van, nou moeten we dus daadwerkelijk lopen. Dus gewoon, je kan gewoon lekker groot lopen en genieten. En laat het zonnetje uit jezelf, zeg ik altijd maar. Dat is mijn streven. Dus gewoon lekker staan. Ja, dus echt het zelfvertrouwen uitstralen. Ja, en dat doe ik dus bij die workshops. En dan pak ik nog de non-verbale communicatie erbij. Maar daar hoefde ik vanochtend niet mee aan te komen. Ik zag wel heel veel. Maar ik denk, dat laat ik even achterwege. Maar dit is gewoon zo'n leuk feest. Het is echt super om te doen. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan dus ook voor de slachten voor KWF. Ja. Ja, ja, ik zag Carina zag ik lopen en die werd ondertussen werd ze ook aangemoedigd en geweldig. Dus die schoot ook een beetje vol en toen dacht ik van nou, dan moet ik ook wegwezen, anders ga ik zelf ook. Maar ik vind het heel bijzonder wat ze doet. Ja, want hoe is het gekomen dat jullie dit initiatief ook hebben doorgezet voor haar? Nou, eigenlijk, we zaten aan tafel, een kopje koffie erbij en wij bespraken het plan. En zo van het een kwam het ander. Ze vertelde haar verhaal over het slachten. Ja, ik zei, hoe leuk is het als je inderdaad ook mee gaat lopen en als laatste dan. En toen kwam het hartenverhaal kwam erbij, dus het werd in één keer een veel groter verhaal. Dus eigenlijk vanuit een leuk gesprek aan de tafel met koffie en elkaar begrijpen, want iedereen die heeft eigenlijk wel zijn rugzakje als je wat ouder wordt. Dus... Dat is ook inderdaad zo. En volgend jaar weer een hele grote catwalk met nog meer mensen en nog langer. Ja, ja, het liefst wel natuurlijk. Hè? Maar goed, dat is dan voor later. Zie, we hadden nu een tijdsbestek van 4 weken. Dus dat denk ik van, oh ja, dat kan wel meer. Maar ja, dit maakt het eigenlijk ook wel heel erg leuk als je maar 4 weken hebt. Hè? Dus dat, het zit nog wel in het lijf. En hier sta ik dan met de initiatiefnemer van slachten voor KWF en uiteraard ook van deze fantastische grootste catwalk van Bolsward of grootste catwalk van Friesland. Ja, dat klopt. Maar ik ben niet de initiatiefnemer van de catwalk. Ik ben gevraagd door de organisatie of ik een verhaaltje erover wilde schrijven. Ik werk met Bolsward Nieuwsblad en toen kwamen zij weer op het idee van hey, je kunt zelf ook mee gaan doen. En
ja, die actie van mij, dat wordt zo groot. Er bestelt iemand hard en beschikbaar. Dus van, we gaan op die manier gaan we actie gewoon ondernemen en ja, zoveel mogelijk geld binnenhalen voor de KWF kankerbestrijding. En hoe is het om te zien dat er dus 180 deelnemers zijn? Ja, dat is gewoon echt bizar. Maar gewoon ook het publiek, zo verschrikkelijk veel mensen. Ik loop hier door de stad heen en mensen zeggen allemaal, kijk, dat is die vrouw, die loopt voor haar vader. Of ja, die haalt geld op voor de kankerbestrijding. Ja, dat is gewoon echt grandioos. Ja, dat is prachtig. En ondertussen natuurlijk ook al veel publiciteit gekregen. Ja, zeker. Ja, dat is gewoon ondernemers komen gewoon met acties aan zitten. Een bakker die speciaal brood wil gaan verkopen voor mijn actie. De stadsomroeper die straks binnenkort door de stad heen gaat lopen en langs de slachten gaat lopen om aandacht te vragen voor mijn actie. Ja, het is gewoon echt grandioos. Echt. En wat kunnen mensen nu op dit moment doen om jou te ondersteunen? Nou, ze kunnen op mijn site kijken op www.slachtenvoorkwf.nl. Daar staat ook wel een linkje op van wat ze allemaal kunnen doen. Maar mensen kunnen posters ophangen, mensen kunnen mij gewoon een lief mailtje sturen. Ze kunnen geld overmaken naar de actie, dat kan nu al. Maar dat mag ook als ik de slachten heb uitgelopen. En ja, alle ideeën zijn welkom. Zijn er bedrijven die een leuk idee hebben of een particulier, meld het gewoon. Ja, want ik begreep dat er hier bij de lokale bakkerij al speciale slachtencakejes worden gemaakt. Ja, dat is het slachtendiekje, dat is het brood. Dat wordt straks in juni wordt dat in Wommels, in Sneek en in Bolsward wordt dat verkocht. Dat is suikerbrood met noten en witte chocola. En dan gaat 10% van de opbrengst gaat gewoon naar mijn doel. Nou, dat is toch wel helemaal mooi om te horen. En ik, dat hart wat je daar vast hebt, dat is ook een actie, had ik begrepen? Ja, klopt. We hebben een hartenactie. Hij loopt hier nu nog alleen in Bolsward. Maar zijn er plekken, mensen die zeggen van, goh, wij willen ook harten gaan verkopen. Graag zelfs. Dat zijn blanco harten, die zijn te koop. Die worden beschikbaar gesteld door Sigrid Schuitmaker van piepschuimletters.nl. Die heeft zegt tegen mij van, je krijgt van mij harten, ga ze verkopen. Mensen kunnen ze zelf versieren. En dan kunnen ze ze in afloop kunnen ze inleveren, maar dat komt allemaal op mijn site. En het is de bedoeling dat ze op 16 juni die harten allemaal langs de slacht komen te staan bij Cubaert. En dat we eigenlijk een soort van monument hebben en gewoon aandacht gaan vragen voor de kanker. Nou, wat super. En voor jezelf natuurlijk ook een enorme steun in de rug, al die mooie harten. Ja, zeker. En het is gewoon, ja, ik bedoel, u ziet het op mijn hart. Er staat 18-3 staat erop. Het is gewoon 2 jaar geleden dat mijn vader overleden is. En ik zou de slachten, zou ik met hem lopen. Helaas zit dat er niet meer in. En ik loop hem nu gewoon, hij is nu gewoon bij mij. Maar hij zal wel denken van, Carina, wat heb je nou weer op je hals gehaald? Ja, want ik begreep, je houdt niet zo van lopen. Nee, ik vind lopen verschrikkelijk. Ik hou het echt helemaal niet van. Het was niet de bedoeling dat het zo groot zou worden. Ik heb een oproepje op Twitter gezet op 16 januari. Ik had op het laatste moment toch maar een kaart gehaald. Want ik denk van ja, ik heb mijn vader beloofd. Ik zou voor de kankerbestrijding lopen. Ik denk, moet ik maar doen. Oproepje op Twitter. Binnen een uur had ik €85. Binnen een anderhalve week had ik iets van €400-500. Ik zit nu op €1500. Maar mijn doel was €1000 ophalen. Ja, want ik begreep deze week. Je hebt je doel bijgesteld naar €2000. Mijn doel is nu €2000. Dus ik moet nog 500. Maar ja, ik werd gisteren ook gebeld door een bedrijf. Die zegt tegen mij van, wij overwegen om onze volle pot gewoon aan jou te gaan geven straks. Dus ik vrees dat ik over die 2000 heen ga, maar ik ben gewoon met elke euro of elk dubbeltje ben ik gewoon al blij. Ja, want het geld gaat naar de kankerbestrijding. Dat is ook bedoeld voor onderzoek en ondersteuning van mensen met de ziekte. Ja, er is zo verschrikkelijk veel geld nodig voor het onderzoek. Mijn vader had de ziekte van Gravitz. Dat is een niercelkanker die maar bij 1500 mensen per jaar voorkomt. Ja, daar wordt bijna geen onderzoek naar gedaan. En omdat er gewoon geen geld voor is en andere vormen van kanker gaan naar voren. Begrijpelijk, maar het is wel als familielid is dat gewoon heel pijnlijk dat er gewoon geen geld wordt gestoken in het beter maken van je vader. En mijn vader is 56 geworden. Nou, dat is geen leeftijd om te overlijden.